bij overgrootopa op bezoek geweest. Een van de eerste keren dat we zo'n kappie ontmoeten. Zo leuk. Nou, mijn husbandje is net thuis van werk. En wat hebben we te eten? Is het wat of je zit zo bedenkelijk te kijken? Ziet er lekker uit. Ik heb de vega versie zonder vlees en jij met vlees. Nou goed, wij eten dus nooit. Dit is echt heel asociaal uit die ovenschotels. Maar ja, lekker makkelijk. En we hebben toch allebei onze eigen schotel, dus we gaan lekker eten. Nou, Gerel en ik gaan even sporten met Luna en Jane. Zij zit in de auto en ik moet haar spullen pakken. Ja, dus. Zo zie ik er nooit uit. Maar goed, we moeten wat doen aan ons lichaam. Dus let's go. Nou, dit is dus Parents Life. Wij lopen met de kinderwagen. Nou, waar we gaan sporten. Dit is zeg maar zo'n geluidswal. En daarachter heb je dus zo'n trap. Eigenlijk hadden we Pip ook wel mee kunnen nemen. Ja. Zij kan hier loslopen. Waarom hebben we dat niet gedaan? Nou ja, volgende keer dan, want het moet ook niet altijd per se met z'n allen, want het is nogal wat. Dus we gaan ervoor. Gaan we dus die trap op en af rennen. En we hebben ook zo'n kabel meegenomen voor wat oefeningen. Want voor mij is het gewoon heel erg mijn heupen, mijn benen en mijn buik. Die moeten er echt af. Dus ja, we gaan het meemaken. Kijk hoe mooi het hier is. Je hebt hier helemaal zo'n watertje. Daar allemaal leuk, allemaal huisjes. Ja, toen was het watertje weg. Maar goed, kijk. Dit is de achterkant dus van die geluidswal. Hierachter heb je de snelweg. En daar heb je heel schattig twee kindjes van een jaar of. Nou. Op de fiets, romantisch samen. Ik denk een jaar of 13, 14 of zo. Cute. Maar goed. Waar zullen we gaan? Wat wil je doen? Ja, wat gaan doen? Jij met dat film bij je? Oké, wat wil je gaan doen? Gaan rennen daarheen? Ja. Oké, let's go. 1, 2. Daar is die dan. De trap waar het gaat gebeuren. We hebben hierheen gerend. En deze moeken. Nee. Ik hoor het echt al heel lang niet meer, ook voor de zwangerschap niet meer. Ik zweet mezelf helemaal kapot. Heel goed. Gewoon doortrainen. Jenny slaapt. De trap leeft nog wel. Ik iets minder. We gaan spatten. En weer de trap op. Let's go. Nou, ik ben nu gewoon onderweg. Oh, die zon die zit vervelend. Ik ben onderweg naar
kraambezoek. En dit keer niet bij ons, maar bij vrienden van ons. Die waren 6 weken na ons zwanger geraakt. En dat jongetje is inmiddels geboren. Dus wij zijn natuurlijk heel benieuwd. En wij gaan hem ontmoeten. Zoveel zin in. Nou, wij zitten dus mijn lievelingsserie Ambulance UK te kijken. En mijn vrummeltje slaapt. Mijn andere vrummeltje slaapt weer daar. Maar zij doet dit dus altijd. Zo dat handje op mijn borst legt. Zit ik denk gewoon uit op uit voelen of zo. Super schattig. Yeah. Echt cute. Is een option. Luke's got the phone number for the sub. Eerste etage. Nou goed, wij zijn onderweg naar de stad. Zo leuk. Jenny mee. Papa mee. Mama mee. Nou, Gil en ik hebben een heerlijk leuk dagje vandaag. Maar we zijn wel 2 jaar samen. Dus dat gaan we wel even vieren met uit eten. We hebben eigenlijk de hele dag op de bank gelegen. Maar we gaan nu lekker uit eten bij Susu weer. Outfit is die superleuke jurk van de H&M. Met sneakies. Jij blijft thuis. En dan gaan we lekker. Janie gaat mee. Papa weer gaat mee. Echt super fijn deze lift. Dat je hier wat fijn kan checken. Ja. Vind je dat goed? Wee! Vind jij mee? Nou, wij zijn dus 2 jaar. Quite zo fiend. Leuk. Ja, ook al. Maar wij vier pas. En het is nu 9, bijna 10. 5 maanden. Oeh, pas al 5? Ja. Al 5 maanden husband en wifey. Zo leuk. Maar goed, wij hebben 2 auto's. En we gaan nu even met de mijne. Want ik ben nogal lomp met mijn auto. Dus daar kunnen we alles lekker zo in proppen. En dat is minder veel werk. Oh, lieve Jenny zit echt... Zo te lachen, het wordt echt steeds meer een mensje. Ja, allemaal kletsen en wakker zijn en oh. Maar wel heel leuk. Oh ja, en ik heb echt een mega puist. Maar ja, shit happens. We hebben een leuke avond gehad. En we zijn nu thuis. Lekker chillen bij jou. Lekker gegeten. Heerlijk. Onze baby girl is daar. Onze andere baby girl is daar. En we hebben even een zetje gedaan op voetbal. 1 zetje. Ik ben benieuwd. We staan best goed, hè? De ja, Juve 1-1. Echt? Ja, sterk. Heel sterk. Ik zei het ook, die sowieso. Is alleen hier nog. Ja. Lekker. Een outfit of the day is deze bruine trui met deze most wanted leren broek en sneakers. Ik heb er gewoon een poetsdagje, dus dit is gewoon een lekker outfitje voor thuis. Dus dat is lekker.
Nou, op zich heb ik wel weer een lekker dagje. Ik ben vooral gewoon druk bezig in huis. Poetsie, alles bijwerken weer. Echt één keer in de week heb ik zo'n dag waarop ik alles even doe. Maar kijk mijn wimpers. Ik ben er zo blij mee. Ze zijn weer zo fleek. Echt, ik ben er zo gelukkig mee. Ik heb dat eerst een tijdje nog volgehouden om elke keer naar Eindhoven te rijden. En toen had ik het één keer zo bond voor mezelf gemaakt hoor. Dat ik vanuit een nachtdienst naar haar ben gereden. En dan nog 2 uur met je ogen zo dicht liggen. Toen was ik in slaap gevallen en ging mijn ogen irriteren. En het was eigenlijk allemaal dramatisch. Dus toen dacht ik, nee, ik moet gewoon hier in Utrecht een adresje vinden. En dan moet iemand hier toch ook zo kunnen doen. Nou, heb ik nu 1,5 jaar lang denk ik verschillende adresjes geprobeerd. Maar elke keer was ik gewoon niet zo blij als dat Stella mij maakt. Dus toen dacht ik, nou, ik laat ze er gewoon even af. Want het klopt gewoon niet. En toen dacht ik, nee, helemaal niet. Want ik heb altijd wimpers. Daar heb ik echt, denk ik, nou, misschien al wel 12 jaar of zo, letterlijk. Aan één stuk door. Dus ik ben het ook gewoon gewend nu bij mezelf. En ik vind het ook gewoon hartstikke mooi. Dus ik wilde ze gewoon weer terug. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon naar Stella terug. Dan is het maar gewoon 1 keer in de 3 weken op en neer rijden. Dan heb je in ieder geval wel super mooie wimpers. En ik kan die kleine natuurlijk makkelijk bij mijn ouders even afzetten. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk allemaal super makkelijk. Maar moet je eens even kijken hoe mooi ze zijn. Echt fabulous.